Zodra we het koffertje zien, weten we het al. Harry gaat Nederlandse waar slijten in het buitenland. Hij is op weg naar Mark Levinson, een Hollywood producer die onder andere Richard Gere ontdekte. Harry was erg nerveus en dus ruim op tijd voor zijn afspraak. What do you think about him? It's from a comedy serie. It's called Zeg is A. Say is A. Is what it's called in Holland. Mm-hmm. His name is Manfred de Graaf. I point him out to you. And just tell me whatever you think of him. Of his acting or his looks or whatever. Mm. Okay? Here we go. A little bit sound. It takes a little while. That's him. Yeah, that's him. Specialisten, die moeten nou maar eens wat inleveren. Weet je wat het is? Er zijn gewoon veel te veel mensen op deze aardbol. Dat is het. En dat is onze schuld. Wat bedoelt u ermee, dokter? Nou, de mensen die vroeger dood gingen, die maken wij weer. Dus komen steeds meer mensen bij. Interesting. Doet u geen moeite hoor, mevrouw Dobbelsteen. Dat is het. Ja, maar ik dacht dat niet dat ik erbij ben. Jawel, daarom zeg ik dat ze even in het Russisch zijn. Wij konden ze ook niet lezen. Very popular in Holland. Why? This is very popular. This comedy series. This is very popular. Mensen zitten lezen. Nou, ik wou dat ik het kon. Hey, kijk nou eens even. Kun jij je wijs uit? Nee, ik kijk niet in alles lief. Okay. Yeah, you've seen enough? Yeah. Okay. Now, am I supposed to tell you whether or not this guy is going to be... Well... Could you do something here in Hollywood? Would you think you probably could use an actor like him here or whatever? He would be, in a buddy picture, he could play a buddy. He could be another guy, see what would happen. Seems possible. He doesn't look like Mel Gibson. He's not a sexy looking guy, but he looks like he could do comedy. Yeah? Possibly, possibly. There's only one way to find out. We have to make a whole movie with a guy and get the movie out and see if people respond to him worldwide. His name is Manfred de Graaf. A last word to him, to Manfred de Graaf, what would you say? Definitely come to Hollywood, spend some time finding an agent. You must have an agent. Yes. And meet people. That's the easiest way. You never know. Literally, you never know. First rule, there are no rules. So there is a chance for him here? Definitely. Yeah? Definitely. Nobody knows. He could be the next Jacques Tati. Yeah. Manfred de Graaf. Zo. Manfred de Graaf, ja. Ja, Manfred de Graaf. Kan hier aan de slag in Hollywood, dankzij mij. De films gaan de hele wereld over en een enorme Holland promotie. Zo zit het. Met Manfred de Graaf. Met Manfred de Graaf, ja. Is daar niet goed aan? Ja, Ton Lutz kunnen nemen. Ja, ha! Kitty Couvoir. Ach, toen nou, jongen. Hebben die ook zulke kijkcijfers als Manfred de Graaf? Joop Admiraal. Ja. Nou, en jij gaat aan een topproducer in Hollywood een filmpje laten zien van Manfred de Graaf. Nou, meneer vindt het weer niet goed. Nee. Meneer vindt het weer niet goed. Nee. Nee. Overleg dat soort dingen dan met mij. Nou, moet ik dan volgende keer Rudy Valkenhagen nemen? Is dat dan beter voor je? Nee, dat is ook niet goed. Dat is ook weer niet goed. Nee, dat is ook niet goed. Nee, Johnny Klaarkamp junior dan.